De Henri de Siel Stichting heeft afgelopen zaterdag de 13e Trefossa Self-Reliance lezing gehouden. Het thema van de lezing is Chaos van de Vrijheid, dat refereert naar het vrijheidsideaal van Trefossa. Vanwege de COVID-19-pandemie kon de lezing niet meer in het auditorium van Self-Reliance worden gehouden. Aan het begin van de avond gaf Johan Rooser, voorzitter van de stichting, aan dat elke Surinamer de taak heeft om bij te dragen aan het scheppen van een positief Suriname. Elke Surinamer heeft de plicht bij te dragen aan het scheppen van een positief klimaat in de samenleving. Elke Surinamer moet wortel kunnen schieten in de vruchtbare grond die Suriname heet. De tijd van verdeeld zijn moeten we achter ons laten en de toekomst met vertrouwen in een democratisch land tegemoet zien. Wie moet zitten, Konreboom? Moet in verstand, hart, denken en voelen van elke Surinamer aanwezig zijn. En elke dag meer en meer tot werkelijkheid worden gemaakt. Strede voor strede is een oproep om in onze geest weerstand op te roepen om geen nutteloze burger te zijn, maar om in eigen vrijheid, eigen lot in eigen hand te nemen om een menswaardig leven te leiden in een goed en mooi land. We hebben als samenleving, naar mijn weten, nog niet de vraag gesteld welke fundamentele waarden ons bindt en over welke waarden verschil van inzicht bestaat. De inleider van de lezing was Albert Adama, die inging op de vrijheid die wij als mens hebben, hoe wij daarmee omgaan en hoe wij er invulling aan geven. Wat is vrijheid? Vrijheid betekent vrij zijn van bezetting, vrij van onderdrukking, vrijheid van slavernij. Dat betekent niet in het bezit zijn onder de lichamelijke of geestelijke controle van anderen. Vrijheid van gedachten en van meningsuiting, vrijheid van geloof, enzovoorts, enzovoorts. Dat is de zin van vrij zijn. Maar niet die ongebreidelde persoonlijke keuzevrijheid die velen in onze moderne maatschappij menen te moeten gebruiken en proclameren. Daarbij wordt steeds vaker de vrijheid van anderen in de gemeenschap als secundair en niet ter zake doende beschouwd. Vergeten wordt daarbij dat we leven in een steeds complexer wordende gemeenschap. En door de steeds onderlinge grote afhankelijkheid is een individualisering zoals die plaatsvindt een grote tegenstrijdigheid. Een van de onderliggende problemen van ongebreidelde vrijheid is volgens Adama dat wij in onze moderne wereld een hoog ontwikkeld gevoel van onszelf als individu hebben, terwijl wij deel uitmaken van steeds complexer wordende gemeenschappen en leefomstandigheden. De 13e lezing is gehouden op de geboortedag van Trefossa op 15 januari, precies 106 jaar geleden.